In Zandvoort bevindt zich een unieke collectie geluidsdragers. 100 jaar oude fonografen, grammofoonkasten en de bijbehorende platen liggen hier verstopt voor het grote publiek. Eigenaar Jelle Attema wil graag een museum voor zijn verzameling. In het jaar 1877 heeft Thomas Edison voor het eerst geluid vastgelegd. Hij vond een apparaat uit dat geluid kon opnemen en weer afspelen. De fonograaf. Jelle Attema begint zijn collectie in 1975 met de aankoop van een koffergrammofoon op het Waterlooplein. De afgelopen 30 jaar liep de verzamelwoede een beetje uit de hand. Met als gevolg een tot de nok gevulde garage vol unieke exemplaren. Ik heb gepoogd een chronologisch overzicht te geven van alles wat er op fonografisch gebied in de loop der decennia gebeurd is. Ja, van zeer geslaagde pogingen tot afgrijzelijke missers, ja. Jelle laat ons één van zijn topstukken zien. De His Master's Voice machine, zeer afwijkend, want de meeste machines hebben een hoorn. Deze heeft dat niet, die heeft een papieren waaier. Het is heel kort in productie geweest, want al die waaiers gingen in recordtijd kapot. Maar dat klonk, vind ik, nog steeds fantastisch. De collectie is te bijzonder om verborgen te houden. Samen met filmverzamelaar Cor Draaier lobbert hij voor een eigen beeld- en geluidmuseum. Het zou ontzettend leuk zijn dat wij ruimte krijgen in Zandvoort. Want ja, als Zandvoorter wil je je spullen graag in Zandvoort houden. En ik heb de gemeente dus deze collectie om niet aangeboden. Hier achter zien we het gemeenschapshuis. Dat zou dé plek zijn. Ja, ik vind het een ideale locatie voor de vestiging van een techniekmuseum voor beeld en geluid. Het is een historisch pand, 112 jaar oud en volgens ons in het centrum van Zandvoort de geschiktste locatie. De gemeente Zandvoort twijfelt over het plan, maar moet opschieten, want er zijn genoeg andere gemeentes die de collectie maar al te graag willen hebben.